We zijn vandaag in Wognum bij het Bello Festival. Er zijn honderden acteurs en rollenspelers die de wereld anno 1926 naspelen. En wij gaan eventjes een kijkje nemen. Wie bent u? Nou, ik ben jonkvrouw Milene Elisabeth van Rustenburg tot Lijsterhoven. En ik heb een man die heeft een huis aan de Nichtevecht. En die zit daar de hele dag. En ik heb hier mijn chauffeur meegenomen, tevens minnaar. En ik maak al het geld van mijn man op. Dus vandaag gingen we een dagje hier kijken. Oké, en heb je al veel gekocht vandaag? Een paar parelsnoeren en nog wat leuke hoeden en wat andere jurken. Maar die liggen allemaal in mijn auto. En blijft u de hele dag? Nee, we vertrekken zo met de auto en dan rijden we een rondje. En dat is het dan, denk ik. Dat bepaalt mijn chauffeur wat we gaan doen. Ja, we gaan een prachtige rondrit maken door West-Friesland heen. Achter de stoomtrein aan, die zo ook vertrekt. Ja. Vandaag vooral voor de stoomtram of meer voor de rollenspelers en de acteurs? Nou, ik vind het altijd wel leuk om de stoomtram te zien. Want ik kom uit Bergen en daar staat onze oude Bello eigenlijk. Daar ik vroeger zelf ook veel in heeft gezeten. Ja. Dus ik heb geen voorkeur, maar ik vind het wel leuk om met mijn kleinzoon even hier rond te lopen. We wonen hier toch ook in de buurt. Ja, dus u bent vandaag ook met het stoomtram gekomen? Nee, wij komen uit Enkhuizen. Ik heb de auto hier vlakbij gezet. Nee. We hebben hem wel een paar keer al meegemaakt, maar nu niet. Ik ga weer verder met de stoomtram. Doeg!